de Sagenwijk in Rotterdam-IJsselmonde. Door de bewoners en anderen in IJsselmonde gewoon de 301 genoemd, naar de 301 woningen die er gebouwd waren. Precies 60 jaar na de oplevering in 1957 zal na september 2017 een begin gemaakt worden met de sloop. In de jaren 50 waren de eengezinswoningen, benedenwoningen en maisonettes volgens de toenmalige woningbouwvereniging IJsselmonde dure huurwoningen met tussen de 12 en 14 gulden huur per maand. Ik breng er vanaf februari 65 een groot deel van mijn jeugd door in onze woning aan het Verguutpad. En mijn ouders wonen er zelfs nog veel langer. Tussen de autovrije paden, de vele veldjes en op de speelpleintjes aan de rand van de stad met weilanden en akkers op loopafstand is het heerlijk opgroeien. Het Verguutpad, het Walewijnpad en het Torkpad komen als eerste nu onder de slopershamer. In de periode waarin de buurt op zijn mooist is, de lente, maak ik deze persoonlijke video-impressie van het Verguutpad en de omgeving.